organisatie. Hoe heet je? Lysenka. Lysenka, wat een mooie naam. Heeft hij die bedacht voor jou? Nee, mijn moeder. Heeft hij bedacht. Hallo, hoe heet je? Patrick. Patrick, en waar kom je vandaan? Terneuzen. Terneuzen? Hoe heet Terneuzen? Nou, als jij het niet weet, dan hoef ik het ook niet te weten. De overkant van het water. Zeeland. Kijk, Zeeland, daar heb ik wat aan, hè? Ja, heel goed. Hey, en dan is, jullie zijn dus vader en dochter? Ja. Helemaal gezellig, ja. Dus het wordt een kleine familiefeest hier nou, hè? Ja, want het is hart tegen hart. Want jullie, met wie ben je in de Efteling vandaag? Met mijn moeder, mijn broertje en mijn vriend. Ach, wie is je vriend? Die staat rechts. Hallo? De middelste. Oh, dat is dan met de vier. Is het? Nee? Oh, die links hoort er niet meer. Hallo meneer, ga ze even naar de kamer. Ja. Ze zegt, u hoort er niet bij. Anders zit je straks in de auto naar Terneuzen. Dat is ook zo wat. Ja. Oké, jullie mogen even de handen maar opdoen, want ik zeg maar, het is geen helm. Ja, nee, het lijkt wel op een Duitse helm, maar het is echt zo'n ding hier. Voor de ogen. En de handschoenen aan. En we gaan zo. Spijkerschaar. Wat doet u voor de kost als ik haar maak? Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ah, oh, oké. Okay. Heb je ook wel eens pech onderweg dat je met een hamer ergens op moet slaan op de katalysator of iets? Regelmatig. Dan weet je hoe je dat moet doen zo. Ik doe even, ja, goed. Dus daar. En jij, wat studeer je? Ik studeer brood en banket. Brood en banket? Wauw. En wie is zelf later ook vroeg opstaan of laat je dat doen? Nou, ik wil eigenlijk meer banketkant op, dus dan hoeft dat niet zo. Dat had je al bedacht, ja. Of was je dat even vergeten dat je echt om 4 uur naar de bed hebt moeten? Nou, maakt me niet uit. Maakt je niet uit. Nee, je vriend die blijft nog lekker liggen, denk ik dan, hè? Kun je ze ook bakken? Oh, jullie bakken zoete broodjes. Ik hoor het. Nou, helemaal goed. Kijk eens, die mag je zo vastpakken. We gaan het lot laten bepalen wie er mag beginnen. Opgepast, één moment. Luister goed. Een beetje theater, hè? Oh, ja, mag jij beginnen? Dames van voor. Helemaal goed. Oké, kom maar zo. Je mag één keer slaan en dan nog mama. En we kijken wie er als. Nee, ik vind het gezellig. Ja, is heel leuk. Ga door. Ja, wie is eerste helemaal in dit hout zitten, daar ben je zit. En de winnaar, die krijgt ook een fantastische prijs. Die komt namelijk met zijn naam op het sportbord in het clubhuis. Oh, goed. Ja, dat is stoer, hè. Je bent klaar voor? Jij mag beginnen. Ja, man. Nou, papa, jij maar ook? Ja. Ik denk, hij slaat met zijn handen op mijn kop. Ik maak dat heel goed. Doe maar. Maar dit spijt onderdeel, dat duurt even ondertussen. Kunt u wel. Je vriend staat ook met de handen over elkaar. Nou, maar ze gaat goed hoor. Hamertje tik vroeger gehad. Had de hamertje tik gehad. Nog nooit gedaan. Nooit met de hamertjes, met rondjes, vierkantjes, driehoekjes. Dat je zo met die tik zo hamertjes goed voelt. Hamertje tik, wie heeft hamertje tik gehad vroeger? Drie mensen hamertje tik. En dat zie je er gelijk aan af. Papa, je gaat goed. De volgende week heb je er vanaf, papa. Is het een danser? Ja, weet je wel. Je schaamt je, hè? Je schaamt je. Ja, dat ken ik van mijn eigen kinderen. Die schamen zich de ogen uit de kop. Ja, het is lekker jezelf blijven, ga. Dat doe ik ook altijd. Goed jongens, publico, moet ze even aanleggen, klappen in de handdienst. Ja, wat moet je anders? Je moet hier naar kijken, dat duurt eventjes. Hoe is het met de stroopwafel? Dan kom straks in de pauze even stroopwafel eten. Ik denk dat ik nu vast pauze heb, want dat duurt veel te lang hier. De mensen gaan het andere plein bezoeken, denk ik. Ja, precies. Laat maar eens even dicht gaan zo begroeien. Ah, mooi. Ze hebben de rimpels te pakken, waar het ouder, hè? Oh, ze heeft gewonnen. Oh, dat lach je ook van hem, hè? Ik zou hem gewoon een beetje vooruit laten lopen. Ja, straks in de Efteling. Nee. Gefeliciteerd!